Hey, in deze video zal ik wat snelheden met je behandelen die je echt door en door moet kennen. Wil jij straks beginnen aan je autotheorie-examen? Nou, ik zal beginnen met een binnenbebouwde kombord. Binnen de bebouwde kom rij je maximaal 50 km per uur. En dit bord geeft buitenbebouwde kom aan. Blauw plaatsen aan bord, maar dan met een rode streep erdoorheen. En daar is de maximum snelheid 80 km per uur. Nou, dit is wat ze noemen een autoweg. Daar rij je minimaal 50 km per uur. En let op, maximaal 100 km per uur. En tot slot de autosnelweg. En op een autosnelweg rij je tussen 6 uur 's ochtends en 7 uur 's avonds maximaal 100 km per uur. Tenzij je te maken hebt met een trajectweg met andere maximumsnelheden. En tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's morgens maximaal 130 km per uur. Tenzij dit wordt aangegeven met bijvoorbeeld een maximum 100 km per uur bord of een 120 km per uur bord. Maar let op. Rij je met de aanhangwagen, dan is je maximumsnelheid op de autoweg en de autosnelweg 90 km per uur. Ook na 7 uur 's avonds blijft de maximumsnelheid op de autosnelweg met de aanhangwagen gewoon 90 km per uur. En zie je twee strepen in het midden van het wegdek, dan is je maximumsnelheid 80 km per uur. Zie je geen strepen in het midden van het wegdek, dan is je maximumsnelheid ook 80 km per uur. Tenzij dit anders wordt aangegeven en dat zal dan hoogstwaarschijnlijk met een maximum 60 km per uur bord zijn. Heb je een groene streep in het midden van het wegdek, dan is je maximumsnelheid 100 km per uur. Hoe kan je dat heel makkelijk onthouden? Simpel. Groene streep, denk gewoon aan een groen biljet van 100 euro. Groene streep, groen biljet, 100 km per uur, 100 euro. Makkie toch? Dus, wat is het antwoord op deze vraag? Welke weg is ingericht voor de maximumsnelheid van 100 km per uur? Antwoord A natuurlijk, de groene streep. In situatie B, zie je twee strepen in het midden van het wegdek. Wat is je maximumsnelheid dan? Zeg het maar. Ik wil je horen. Ik kan je ook horen. Hè? Dat is die nieuwe functie van YouTube. Inderdaad, 80 km per uur. Nu wil ik je meenemen naar de volgende vraag. In welke situatie mag je maximaal 80 km per uur rijden? Situatie A, B of beide situaties? Bord B hebben we nog niet behandeld, maar toch zou je deze vraag goed kunnen beantwoorden. Het is allereerst belangrijk dat je de vraagstelling goed leest. In welke situatie mag je maximaal 80 km per uur rijden? Nou, wat is je maximumsnelheid op een autoweg? Dit hebben we al behandeld, zeg het maar. Juist, 100 km per uur. Dus antwoord A is fout, toch? Nou, kijk eens naar antwoord C. Daar staat beide situaties. Nou, als antwoord A fout is, dan is antwoord C ook fout. Dus dit is antwoord B. Maar dit bord hebben we nog niet behandeld. Maak je niet druk, dat ga ik nu doen. Zie je een wit rond bord met erop 50, 60, 70 en 3 zwarte diagonale strepen, dan is je maximumsnelheid op die weg 80 km per uur. Ik wil nu deze snelheidsvraag met je behandelen. Wat is je toegestaande maximumsnelheid op deze weg? Waar rij je? Juist, op de autoweg. Dus wat zeg jij? 100 km per uur. Kijk eens wat je achter je auto hebt hangen. Juist, een aanhangwagen. En wat is je maximumsnelheid dan op de autoweg? Inderdaad, 90 km per uur. Nou, dit is een vraag die ontzettend vaak fout gaat tijdens het examen. Dus ik wil je een tip geven. Krijg je een vraag die gaat over de maximumsnelheid, dan wil ik eerst dat je de volgende informatie op de afbeelding verzamelt. Kijk altijd eerst langs de borden van de weg. Waar rij je? Op een autoweg? Autosnelweg, binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom, ga dan op zoek naar de wegmarkeringen. Groene strepen, twee witte strepen of helemaal geen strepen. En tot slot kijk je ook wat je achter je auto hebt hangen. Rij je met of zonder aanhangwagen? Want veel kandidaten kijken alleen naar het bord, zien een autoweg en vullen meteen 100 km per uur in. Nou, dat is fout. Nou, nu wil ik dat je die tip toepast op de volgende vraag. Wat is de toegestaande maximumsnelheid op deze weg? Als jij het antwoord weet, laat die dan achter in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd wie goed heeft opgelet. Zou je alle CBR-onderdelen en de examenvragen te zien willen krijgen? Check dan onze videocursus en oefenexamens via de link in de omschrijving.